Goedenavond allemaal. Beste aanwezigen, wij zijn hier bij elkaar om te herdenken. Om samen stil te zijn en even stil te staan. En we doen dat in verbondenheid met elkaar. Verbondenheid, dat is ook het thema van deze herdenking. En die verbondenheid, die blijkt al uit het feit dat u hier met zoveel naartoe bent gekomen. En wat mooi ook, dat dat na 2 jaar weer kan. We hebben net krans en bloemen gelegd bij ons oorlogsmonument. Ons monument dat een blijvende herinnering vormt aan de 6 militairen, 6 jonge mannen die hier vlakbij gesneuveld zijn. En wij hebben deze bloemen hier neergelegd uit respect voor hen, maar ook uit respect voor iedereen die gestreden heeft voor onze vrijheid. En uit respect voor iedereen die is omgekomen, die slachtoffer is van oorlogsgeweld sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog. Want onze vrijheid, die is niet gratis of vanzelfsprekend. Daar zijn grote offers voor gebracht. Daar is voor gestreden. En helaas, ook vandaag, een paar duizend kilometer hier vandaan, is er een volk dat voor zijn vrijheid moet strijden. Het lijkt wel alsof de mens gedoemd is om de geschiedenis te blijven herhalen. Oorlog lijkt wel nooit van de wereld te verdwijnen. En dat maakt dat wij ons hier in Venhuizen in 2022 nog indringender realiseren hoe kostbaar onze vrijheid is. Hoe kostbaar het eigenlijk is dat wij, dat iedereen, ieder voor zich, zijn eigen leven, haar eigen leven, min of meer kan inrichten zoals je zelf wil. Dat wij samen onze samenleving kunnen inrichten zoals we dat zelf willen. Hoe kostbaar het is
dat hier al 77 jaar niet meer wordt geschoten. En dat maakt ook dat wij morgen onze vrijheid gaan vieren. Want er is ook meer dan genoeg om te vieren. Onze doedelzakspelers, heel veel dank overigens, die hebben ons net prachtige klanken laten horen. De prachtige klanken van Amazing Grace. Een ontroerend lied dat hoop geeft. Een oud lied dat ons vertelt dat er altijd hoop is. Dat er altijd een nieuw begin is. Ook al is het verleden nog zo donker. En dan is het aan ons om dat donkere verleden niet te vergeten. Ook nu er steeds minder mensen zijn die de oorlog hebben meegemaakt. Aan ons om de lessen van de geschiedenis te blijven vertellen. En aan ons samen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ook onze kinderen en kleinkinderen in een vrij en democratisch land kunnen leven. Laten wij niet vergeten. Dank u wel. 77 jaar geleden was de strijd om de vrijheid. Onder de Joden waren er veel te veel doden. Mensen moesten overleven, want er was bijna geen eten. Wij hebben gevochten voor onze vrijheid, voor ons leven, omdat er wel onze vrijheid teruggegeven. Wij waren niet in de enige die in deze verschrikkelijke tijd moest overleven. Duitsland was sterk en de Joden moesten hard aan het werk. Op 4 mei herdenken wij iedereen die vermoord is door de oorlog heen. De geallieerden maakten ons vrij en dat herdenken wij op 5 mei.